Hoe voelt dat nou voor jou? Ja, dat voelt inderdaad heel erg fijn. Vorig jaar een hele kleine kermis geweest, hè? Eigenlijk alleen maar een paar terrassen. Maar nu voor het gevoel weer echt wel een kermis. Ja. Wat we gedaan hebben is dat de grotere attracties, dus voor de jeugd vanaf 12 jaar ongeveer, die staan op de tip. Dus dat is hier iets verder. We staan nu bij het gemeentehuis, het oude gemeentehuis. En ze staan op het evenemententerrein de tip. En dat is een afgesloten terrein, omdat daar een maximaal aantal bezoekers van ongeveer 450 personen op het terrein mag. Dus er wordt ook aan de in- en uitgang gecontroleerd. Okay. En in dit terrein, daar staan de attracties voor kleinere kinderen. En eetkramen. En daar hoeft geen in- en uitgangscontrole te zijn. Dus we hebben nu, normaal staat eigenlijk alles op dit terrein, rondom het Raadhuisplein. En nu is het op twee verschillende terreinen gesplitst. Gelukkig, ja. Ja. We zijn heel blij dat we weer eruit mogen. Want het heeft nu toch wel echt lang genoeg geduurd om voordat we weer op pad mochten. Ja. Oké. Okay. Moeten jullie nou nog speciale dingen doen in verband met corona? Zijn er speciale regels waar jullie aan moeten houden? Ja, absoluut. We moeten de 1,5 meter hanteren. Dus er worden dadelijk bossen touw tussen. Bij ons dan spreek ik even voor onze eigen attractie. Bossen touw tussenuit gehaald dat er 1,5 meter tussen de mensen zit. Desinfectiepompjes. En er worden dadelijk strepen op de vloer getrokken hier. Ja, dat er echt afstand gehouden moet worden en gedesinfecteerd moet worden. Ja, het was lang spannend, maar we hebben toch al wel een paar maanden terug al voorgesorteerd op deze variant, zeg maar. De vanuitgaande dat je die 1,5 meter nog moet handhaven. En dat je dus ook met zo'n toegangscontrole werkt voor grotere attracties. Dus we hadden eigenlijk een beetje op gehoopt dat dit zou kunnen. En op zich is het ook mooi dat dat kan. En dat, ja, daarom hadden we eigenlijk al een paar maanden terug al rekening mee gehouden. En al begonnen met de organisatie ervan. De eerste keer dat ik eigenlijk grootschalig open ben. Met een groter evenement dan 50 mensen in het café vanwege corona. Ik moet zeggen, het was wel heel spannend. Omdat je echt gewoon geen idee hebt wat je gaat aantreffen. Kijk, de voorgaande jaren, los van vorig jaar, was het altijd super druk. Want ja, dan is kermis dus echt wel een begrip in de omliggende regio's. En nu komt corona erin en dat is ook wat ik eigenlijk in de krant laatst heb geschreven. Ik wil zo graag dingen organiseren en eigenlijk het groter maken. Maar ja, je hebt eigenlijk vol de handrem erop. Dus dat is op dit moment wel mijn ding waar ik een klein beetje tegenaan loop. Aan de andere kant hoort het ook wel weer bij ondernemen. Risico's durven nemen en kijken waar de kansen zijn. Nou, in dit geval is het wel moeilijker, want het is gewoon je eerste keer. Dus het is vandaag aftasten hoe het gaat. En aan de hand daarvan hoop ik dat ik het in de komende jaren alleen maar uit mag bouwen tot weer een groot mooi feest. Ja, wat ik net zei, dus dat terrein waar die 450 personen op mogen, dat wordt geteld. Dus dat wordt zeker gehandhaafd. Hier op de terrassen mag alleen gezeten worden, dus er mag niet gestaan. En dat is de verantwoordelijkheid ook van de horeca zelf. Uh-huh. En er is dus wel controle van BOA's. Dus als het te druk zal worden, dan is er wel controle op. Ja. Zijn de terrassen nu groter dan anders? Ja, volgens mij bij het Wapen en de Dupseberg niet. Dus het is een beetje hetzelfde. Bij het Hugsje wel. Kijk, die heeft normaal eigenlijk meer een staande feest. Maar omdat zitten verplicht is, heeft hij er nu ook voor gekozen om een groter aantal zitplaatsen te maken. Hey jongens, jullie zijn echte kermisvierders altijd? Ja. Ieder jaar? Als het enigszins kan? Ja, elk jaar komen we eigenlijk naar de kermis altijd. Altijd naar het Hugsje. Altijd naar het Hugsje? Ja. Ja, ja, Hugsje, vorig jaar. Nou niet meer, hè? Nieuwe naam komt eraan, hè? Nieuwe naam komt eraan. Ja. Hey, kennen jullie trouwens de coronaregels? Jullie houden je eraan? Ja. Vanavond laat ook nog? Ja, tuurlijk. Moet een 12 uur dicht. Ja, dan doen we ons best. Dat is een jullie ander verhaal. Jullie doen je best. Ja. Dat is wat anders, hè? Ja. Ja, maar ja, ik weet wat het is. Je weet zelf ook dat het heel lastig is om, als je hier daar heel het ras vol uit zit, om alles. Je kunt proberen om alles op orde te houden, maar dat is gewoon lastig ook voor de kasselijn. Dus hij moet natuurlijk zijn best doen. Maar ja, mensen doen toch wel zelf hulp. Je hebt er zin in. Ja, ik heb er heel veel zin in.